Als ouder wil je je kind natuurlijk gezond en zonder zorgen laten opgroeien. Maar wat als het op het gebied van gezondheid nou niet allemaal van een leien dakje gaat en je kind moet naar het ziekenhuis? Dan wil je als ouder er natuurlijk bij zijn om voor je kind te kunnen zorgen. In het nieuwe vrouw-moeder-kindcentrum van het Maxima Medisch Centrum hier achter mij in Veldhoven werken ze volgens het family-centered care principe. Want de familie is heel erg belangrijk in het leven van een ziek kind. En precies daarnaast in Veldhoven staat het Ronald McDonald Huis. En dat is een onmisbare schakel als je het gezin en de familie van zo'n kindje bij elkaar wilt houden. De meeste ouders die in het Ronald McDonald Huis logeren, die hebben een kindje gekregen wat veel te vroeg geboren is. En dan komen ze hier terecht op de NICU, de Neonatale Intensive Care Unit. We praten dus over kinderen die geboren zijn na een zwangerschapsduur van minder dan 32 weken, zoals u weet. Is een normale zwangerschapsduur 40 weken. Dus de kinderen zijn echt meer dan 8 weken te vroeg geboren. Dat betekent dat de organen nog niet rijp zijn. Met name de longen zijn niet rijp. Dus de kinderen kennen ademhalingsproblemen waarvoor ze behandeld moeten worden. Ze kunnen nog niet zelf slikken en drinken. Dus ze moeten kunstmatig gevoed worden. Zo zijn er eigenlijk op tal van orgaangebieden problemen waarvoor ze dus hiervoor behandeld moeten worden. Normaal gesproken worden dat soort medische ingewikkelde gevallen meteen doorgestuurd naar een universitair medisch centrum. Maar het Maxima is natuurlijk geen universitair medisch centrum. Nee, de neonatologie in Nederland is heel goed georganiseerd in tegenstelling tot andere landen. We kennen in Nederland 10 centra voor neonatologie. En daarvan zijn er 8 universitair en 2 niet universitair. En wat dat betreft is het Maxima Medisch Centrum samen met ISALA in Zwolle dus een volledig volwaardige, moet ik zeggen, volwaardige NICU die dus functioneert op niveau. Op zich is dat al heel bijzonder, maar wat maakt deze NICU nu zo bijzonder binnen het vrouw-moeder-kindcentrum? De NICU maakt het zo bijzonder dat wij heel veel oog hebben dat moeder en kind bij elkaar blijven. Dus we zijn echt family-centered gericht. Dus de familie is belangrijk, het kind niet alleen. Het gaat niet om een baby als zeg maar, een aantal problemen in een individu, maar het gaat eigenlijk om de hele setting van de familie. En dat is de unieke van Veldhoven. Dan is een Ronald McDonald Huis natuurlijk onmisbaar. Daar zijn wij ook ontzettend blij mee dat het Ronald McDonald Huis er is. Dat maakt het voor de ouders veel gemakkelijker om zo vaak mogelijk bij hun kind te komen. We kennen ouders die dus ver hier vandaan wonen. En het is ondoenlijk om iedere keer dus dat hele grote end te reizen per dag. En dankzij het Ronald McDonald Huis kunnen de ouders dus meerdere keren per dag komen. Dus dat die ouder-kindband zo optimaal mogelijk wordt ontwikkeld. En dat is heel belangrijk voor de toekomstige ontwikkeling van het kind ook. Henny en Richard Dijkhoff die hebben het belang van het Ronald McDonald Huis echt aan hun lijve kunnen ondervinden. Henny was 2 jaar geleden zwanger van een tweeling en toen ging het mis. Met 26 weken moesten de kinderen hals over kop worden gehaald. De kindjes kwamen ter wereld in Den Bosch en daarna moest het hele gezin met spoed door naar Veldhoven. Zoontje Sebastiaan overleed 8 uur nadat hij was geboren. En dochter Floor, haar toestand was bijzonder kritiek. Ja, de eerste dagen sowieso waren natuurlijk heel spannend voor haar dan, want ja, zou zij het wel redden. Maar je bent ook bezig met een begrafenis te regelen. En je bent net geopereerd, je hebt een keizersnee gehad, dus eigenlijk ook dingen waar je ook helemaal normaal niet over na hoeft te denken. Dat gebeurt dan wel. Maar eigenlijk leef je gewoon op de automatische piloot en je doet het allemaal maar. Ja, want ik kan me voorstellen voor jou, Richard, dat je daar aan de zijlijn bij staat en ook af en toe met je handen in je haar zit. Ja, je leeft de eerste dagen van minuut tot minuut. Daarna wordt het van uur tot uur. De eerste 3 dagen zijn erg kritisch. Daarna is het overlevingskans van Floris nog steeds heel minimaal. Maar ja, kijk, als het een paar dagen is en het wordt een weekje, dan ga je toch hopen. En ja, wat het wordt, dat moeten we afwachten. Het is allemaal met Floor allemaal helemaal goed gekomen, maar op die momenten dan word je geleefd en dan zit je echt in de pijpleiding. En de enige rust die er is, daar zorgen de mensen hiervoor. Veldhoven is voor ons een soort van thuiskomen. Wij komen hier eigenlijk heel graag. Kijk, en dat zegt ook veel over de mensen hier en de periode dat we hier hebben gezeten met heel veel spanning en verdriet, dat we toch graag terugkomen. Hoi. 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 Prima. Goed jullie thuis. Nou,
Dit is de huiskamer. Een van de huiskamers. We hebben een rokerskamer en we hebben deze ruimte waar de gezinnen even kunnen zitten. Kindjes kunnen spelen, een filmpje kunt kijken of een dvd'tje pakken en even lekker relaxen. Dus drie plekken hebben we in huis om te zitten. Rokerskamer, deze en nog een lounge waar je kan computeren. Verder hebben we de keuken. Een gezamenlijke keuken met een mogelijkheid om gezamenlijk te koken. Een stuk lotgenotencontacten, de ouders elkaar kunnen ontmoeten, is heel erg belangrijk. Dus vandaar de gezamenlijke keuken. Verder hebben we de wasruimte. Eigenlijk net als thuis. Mensen doen hun eigen was hier. Ze doen hun eigen boodschappen, koken dus zelf eten, wassen hun eigen, ja, gewoon eigenlijk net als thuis. Dat is wat we hier doen. Die algemene ruimtes, die zijn er. En dan hebben ze, de ouders, verder hun eigen kamer. Een vrij ruime kamer waar ook kinderbedjes bij gezet kunnen worden. Een slaapbank gemaakt kan worden. Kunnen ze maximaal met z'n zessen op één kamer. Dat is eigenlijk het huis van buiten. En verder hebben we een heerlijke tuin. Zeker als het een beetje mooi weer is, kunnen de broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes, kunnen de gezinnen intact blijven, lekker buiten spelen. Jullie hebben een hele heftige periode hier gehad, 7 weken. Hoe was het voor jou bijvoorbeeld, Richard, toen Henning nog in het ziekenhuis lag, om hier dan te zijn? Eigenlijk is het een hele grote bron van rust geweest. Zeker in de periode van heel veel emotie en toch het onzekere. Is het hier echt een thuiskomen? Ik ging toch vanaf de derde week naar mijn werk. Ik ben zelfstandig, dus ja, life goes on, dat moet ook doorgaan. En ja, op het moment dat ik thuis kwam, had Henning voor eten gezorgd toen hier. En ja, dat was ideaal. Echt in met, die situatie. Met recht een thuis ver van huis. Ja, inderdaad. Zo mag je het wel noemen, inderdaad. Ja. Wij zaten echt achteraf gezien met een gezellige groep. We hebben daar ook kennis en vrienden aan overgehouden. Die echt, waar je toch liever leed mee deelt. En die mensen die ook hun verhaal kwijt wilden. Wil je dat niet, dan kan het ook gewoon hier, geen probleem. Maar daar kies je zelf voor. En wij zaten echt een langere periode en ja, dat werkt wel een band op. En als je mensen nu die in zo'n situatie dreigen te komen of zijn op dit moment, stel je voor je kunt ze een tip geven, wat zou je dan tegen ze zeggen? Doorgaan, vooruitkijken, zeker als de situatie je enigszins toch nog perspectief biedt. Naarmate dat het steeds meer wordt, dan gewoon ervoor gaan. Kijk, zo'n kleine die knokt verschrikkelijk hard, dan moeten papa en mama het er niet bij laten zitten. Ja, de essentie van het huis, en dat is gewoon heel dankbaar eigenlijk dat we dat kunnen realiseren door de steun van alle vrijwilligers en de sponsoren. Want zonder hun is er gewoon geen Ronald McDonald huis. En ja, zij maken het mogelijk dat de gezinnen intact kunnen blijven. Als het kindje in het ziekenhuis ligt, kunnen de broertjes en zusjes en de ouders gewoon bij het kind blijven. En dat heeft, los van het kind dat ziek is, wat daardoor beter geneest, heeft dat voor het hele gezin veel minder impact, omdat ze samen kunnen zijn. Dus daar zijn we dankbaar voor dat dat kan. Nou, mijn man en ik zijn sponsors van het Ronald McDonald Huis. Dat doen wij omdat wij het heel belangrijk vinden wat er hier gebeurt voor ouders en voor kinderen. Moet je voorstellen, je bent zwanger en je bevalt veel, veel te vroeg. Jouw kind is veel te licht en heeft ook allerlei andere lichamelijke en ook al geestelijke klachten. Je kunt je toch voorstellen dat je dan als ouders heel graag in de buurt van je kind wilt kunnen blijven. En wij vinden dat zo belangrijk dat wij daarom het Ronald McDonald Huis sponsoren. Kinderen die echt veel te vroeg geboren zijn, zoals Floor was, die worden behandeld op de NICU. Maar is je kind al wat ouder, dan kom je hier terecht, op de kinderafdeling van het Vrouw-Moeder-Kindcentrum. Maar ook hier speel je als ouder een heel belangrijke rol. Een kind wordt sowieso uit een veilige situatie gehaald en ouders die weten dat ook. Die hebben zelf ook de zorg natuurlijk daarom.
Dus die komen in een ziekenhuis terecht en die denken van wat gaat er allemaal gebeuren, waar gaat het naartoe? Dus niet alleen de zorg om de toekomst en wat een ziekte of wat iets mee, met zich meebrengt, maar ook van ja, hoe moeten we het nu praktisch oplossen? Zeker als er meerdere kinderen thuis zijn. Van hoe gaan we dat doen? We willen A, wel bij ons kind zijn en blijven en dat mag en dat kan hier ook 24 uur per dag. Maar ja, hoe ga je dat praktisch oplossen? Hè? Kinderen die naar school gaan of kinderen die, ja, noem maar op. Dus wat wij proberen is de families zoveel mogelijk de gelegenheid te geven dat ze bij een kind kunnen zijn. Dat ook broertjes en zusjes mee kunnen. Maar ja, dat is niet altijd mogelijk. En het effect daardoor is voor ouders natuurlijk, ja, enorm. Wat hier bijzonder is, sowieso de artsen, de verpleging, ja, eigenlijk gewoon iedereen, ze staan voor je klaar. Je mag dus inderdaad heel de dag mag je erbij zijn, heel de nacht als je wil. Ik heb die keuze dus gemaakt om dat niet te doen, maar ik heb vanmorgen om 4:30 wel gebeld om te vragen hoe dat met Daan ging. En ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat je constant bij je kind mag zijn. Ook voor hun gevoel en voor de veiligheid die hun dan en de geborgenheid die ze voelen. Als je nou niet per se in het Ronald McDonald's huis hoeft te logeren, dan bieden de vrijwilligers hier in het ziekenhuis ook een plek om even rustig tot jezelf te komen. Want in het vrouw-moeder-kindcentrum is namelijk een heuse Ronald McDonald huiskamer ingericht. Je hoeft het gebouw dus niet uit om gewoon even het ziekenhuis achter je te laten. Het is natuurlijk heel belangrijk voor een kind dat hij zijn eigen familie om zich heen heeft. En kinderen tegenwoordig zijn ook gewend aan opa's en oma's erbij. Dus het liefst wil je ook die familie bij elkaar houden. Je wil ze ook de gelegenheid geven om dat stukje veiligheid te kunnen bieden. En ja, daar proberen wij als ziekenhuis natuurlijk enorm op in te spelen. En dat lukt niet altijd. Dus vandaar dat wij heel erg blij zijn dat er Ronald McDonald huiskamer is. Waar de kinderen en wel met hun familie bij elkaar kunnen zijn. En dan kan de opa en oma erbij zijn. Het gebeurt wel eens dat een kind jarig is in het ziekenhuis. Nou, hoe fijn is het dan als je gewoon de verjaardag kunt vieren met je eigen familie. En ja, je vertrouwde omgeving. En dat is natuurlijk heel belangrijk. En opa. Gaat het? Nee. Je hoopt natuurlijk dat het je nooit overkomt, maar mocht je kind dan toch ziek worden, dan is het wel fijn om te weten dat de mensen van het Ronald McDonald Huis en het Maxima Medisch Centrum dag en nacht voor je klaarstaan.